Het Slans Hospitaal heeft de eerste drieling verwelkomd sinds de COVID-19-pandemie. Volgens Kevin Pandoy, vader van de twee jongens en een meisje, is het een grote zegen voor zijn gezin. Altagracia Rijmo, moeder van de drieling, zegt dat het 9 zware maanden waren. Het was zwaar voor mij. Want met het lopen zo, ik werd moe. Dat vooral. Maar ik maakte toch mijn moeite om verder te gaan. Dus ik bleef sterk. Fernando Richter, gynaecoloog in het Slans Hospitaal, zegt enorm trots te zijn dat hij de 9e drieling ter wereld heeft geholpen tijdens zijn carrière. Richter legt verder uit dat hij blij is dat hij Rijmen succesvol kon begeleiden bij de prenatale zorg en bevalling. Nou, als mensen horen tweeling of drieling, zijn ze heel enthousiast. Maar het gaat gepaard met een bepaalde verantwoordelijkheid en heel intensieve zorg. In de zin van dat je dus vaker echo's moet maken, vaker de controles moet doen. En dit is echt goed in de gaten moet worden dat alles goed gaat gedurende die zwangerschap. Dus het is een mooi eindproduct, maar het trekken naartoe is best wel heftig, ook als hulpverlener. Volgens Sunita Nandan Pandego Pesing, medisch directeur te Slans Hospitaal, is prenatale zorg tijdens deze pandemie een enorme taak. Ze raadt alle zwangere vrouwen aan om zich te houden aan de Mohana-regels en zich ook te laten vaccineren. Om hele grote groepen zwangeren te ontvangen en ook te begeleiden. En in COVID-tijd is dat natuurlijk heel moeilijk, want je moet je ook aan die Mohana-regels houden. Ook in de wachtruimte. Dus dat legt een extra druk op de zorg. Maar wij hebben vanaf COVID nooit de zwangere zorg stopgezet of afgeschaald, zoals dat bekende woord. We hebben alle zwangeren wel toegelaten. Afspraken die enigszins verzet konden worden, die zijn wel verzet. Maar je kan een zwangere niet 2 tot 3 keren toe niet op de afspraak laten komen. Dus die zorg is gewoon doorgegaan. De bevallingen zijn doorgegaan. We hebben tussendoor dus ook nog de COVID-zwangeren gehad. En dat is wel heel erg belastend, omdat die een speciale zorg nodig hebben.